paar maanden terug heb ik een e-mail gehad om te vragen als ik beschikbaar ben voor dit evenement. Waarop ik positief heb gereageerd. Want ik voelde van dat het ook voor mij een goede ervaring is. Goed is om ervaring op te doen voor de Olympische Spelen, waar mijn streven is om er naartoe te gaan. En niet toernooi op internationaal niveau. In oktober is de Yonex French Open. Die gaat gehouden worden in Rennes, Frankrijk. Is ook een high-level toernooi. Waar er ook heel grote figuren binnen badminton naartoe zullen gaan. Ik ben er ook enthousiast over om ook daar te zijn. 16 augustus vlieg ik naar Trinidad Tobago, dat is voor Caribaco Games. Ga ook daarbij zijn bij de Caribaco Junior Games. Dat is vanaf 17 augustus tot 20 augustus. En ik ga er ook bij zijn Caribaco Internationaal. Dat is 21 augustus tot en met 27 augustus. Yes. Is het niet? Ben je niet zenuwachtig? Nu op dit moment niet. Op het veld kan misschien, maar dan nog, want je leert altijd iets voor elk toernooi. Dus op de duur gaat zien we wel weg na de eerste game. Gaat alles gewoon normaal, want het is gewoon een normaal routine van umpiring. Maar alleen misschien moet je aanpassen met misschien wat regels van de haal of zo. Dus dat is wel iets dat bijkomt. Yeah. Maar over het algemeen is alle regels hetzelfde van BWF. Ja, ik sta altijd open voor deze dingen om te gaan. Ik word altijd excited. Ik ben altijd excited ervoor. Dus nu ik kijk gewoon er naar uit. Ik heb wel al de uitnodiging die is gekomen van mensen die ik ken in Trinidad. Dus was like, oké. Okay. Ik heb zo'n beetje heb ik mezelf uitgenodigd om te gaan. Met de contacten die ik daar had, like, hey, ik wil komen. Ja, dat is goed. Ja, dus hopelijk kan ik mijn volgende toernooien, kan ik misschien mezelf ook uitnodigen om te gaan. Het is altijd leuk als ik het initiatief neem om te gaan. Dus dan bekijken we, fingers crossed. Dan moet het lukken. Ja, zeker wel.